In de vorige aflevering daalden we af naar de ruïnes van Boevegum. En is dit dan de 1000 jaar oude deur? Mario kreeg superkrachten. En toen we naar boven gingen, stapte Mario op de contactlens van deze oude toad. Dus we moeten een nieuwe contactlens gaan zoeken. Ben je hier nou toch? Doe dan gelijk even een duimpje omhoog en abonneer voor heel veel Nintendo video's. Verdraaid, ik heb gisteren 100 munten in een casino verspeeld. Niet te geloven, maar dit was de allerlaatste keer. Ik ga de volgende keer winnen. Het geluk lacht me nu absoluut toe. Is dit het casino dan? Hallo. Wow, jij ziet er niet betrouwbaar uit. Jij ziet eruit als een hele neppe shy guy. Oh, ben jij hier ook? Je bent wel erg hardnekkig. Niet te geloven. Goed, je hebt me te pakken. Ik zal je alle munten teruggeven die ik van je heb gestolen. Ik dacht al dat ik eerst 100 munten had en toen opeens maar 50. Jij bent die kerel die langs mij liep. En toen mijn munt heeft gestolen. Jij rakker. Jij doerak. Nieuwsbericht. Zelfs de er eerlijk uitziende luisjes in Boevegum zijn dieven. Komt dus niet bij mij janken om wat kwijtgeraakt kleingeld. Maar dit is niet bepaald een casino. Ik heb in ieder geval wel mijn geld terug. Misschien dat de lenzen inmiddels al binnen zijn. Nog steeds niet. Ja, mevrouw, ik moet door, hè. Ik kan er ook niks aan doen van die lenzen. Laat me er gewoon even langs, alsjeblieft. Vervelende vrouw. Zonder mijn beide contactlenzen kan ik hem onmogelijk koken. Ah, ik kook over van woede. Nou, dan ga ik maar hier naartoe. Oh, daar staat een muis. Die muis die stond er eerst niet. Wat is dit voor gekke muis? Zeg, ben jij niet Mario? Wauw, wat gaaf, zeg. Ik had nooit verwacht dat ik in dit boevengehucht een beroemdheid zou ontmoeten. Oh, luister eens, Mario. Ik heb een unieke investeringsmogelijkheid voor je. Mijn naam is Petrov. Ik ga naar de zinderende zandvlakte om naar olie te zoeken. Ik heb mijn hele leven over snel geld gedroomd, maar ik weet dat dit de perfecte gelegenheid is. Een buitenkansje. Ik kan de olie al ruiken. Ik heb alleen ontoereikend startkapitaal. Zou je wellicht wat munten willen investeren? In een olie-imperium? Hé man, dat is superveel. Ik ga dat niet doen. Je weet niet wat je misloopt. Ik ben hier nog wel even. Ja, misschien als ik ooit meer geld heb. Oh, wacht. Kan ik hier een papieren vliegtuig worden? Ik ga toch niet in olie investeren, jongens. Dat is niet meer van deze tijd. Hallo, mag ik hier misschien langs dan? Is verboden toegang, vreemd ventje? Dit is het territorium van Escargot, denk ik. Zou hier een slang zijn? Het kost je 10 munten om hier langs te gaan. Oh. Ja, is goed. Dat is eigenlijk heel dom. We hadden ook gewoon kunnen battelen. Oké, bedankt, hé. Jij, jouw mat hier. Hier op je hoofd. Die had mijn munten gestolen, hè? Oké, nu kunnen we praten. Nou, had niks zinnigs te zeggen, dus ik ga door. Oh, hier kan ik niet naar binnen. Dit is het kantoor. Dit is ook dicht. Is even een dutje aan doen. Joh, waar is iedereen, joh? Hier zit een slot op. De hekken kunnen allemaal niet kapot. Oh, kan ik hier doorheen? Zie je dat? Hier is iemand doorheen gestapt. Nou, ik denk dat we dan toch weer door deze buis moeten. We zijn hier al een keer eerder in geweest, maar de opening naar Bloesemweide, die was ergens onder de stad. Dus ja. Kijk, deze stond eerst aan de andere kant van het hekje. En nu staat hij hier. Ik ben Vonk. En ik verzamel sterrenstukken. Hoe meer ik er heb, hoe blijer ik word. Snorvent, als je wat sterrenstukken hebt, dan mag je ze ruilen voor mijn penningen. Maar ik heb er nog maar één. Dan kan ik nog niet zo hele goede kopen, denk ik. Ik ga nog even sparen. Misschien kunnen we nu wel deze kant op. Ja, kijk, hier is nu iets gaande. Wat is dit? Wat klef en slijmerig. Het lijkt wel of dit ding ons uitnodigt. Maar wat? Ik denk dat we... Oh, ik wou er eigenlijk op springen. Sorry dat ik erop sloeg. Sorry. Ik denk dat het een of andere grote... Oh, de molie grote inktvis is. Zo'n grote inktvis, jongen. Sorry. Blablabla. Wie trapt er nou zomaar op iemands tentakel? Blablabla. Jongen, niet te geloven. Blablabla. Wie hebben we daar? Een of ander ventje met een snor? Wat denkt dat nare misbaksel wel? Oh, sorry. Zet je maar schrap voor de onvergetelijk tentakelspektakel. Oké, ik ga een krachtklap doen. Op die tentakel. 1, 2, 3. Poef. Weg met die tentakel. En een kopstoot op die andere. Atseflats. Hey, rotsnor. Je denkt vast dat ik lekker smaak geef er maar toe. Ja, ik kan wel zien dat je met tentakel wil knabbelen. Nee hoor, niet per se. Hey, ik hoef niet per se op jouw tentakel te knabbelen. Oh, ik krijg een klap. Oh, nee. Goombel krijgt een klap. Okay, let's go. Hoppakee. Weg ermee. Ik zou nu een vuurbloem kunnen schieten, maar ik denk dat het eigenlijk nog niet nodig is. Let's go! Op z'n bakkeroni. Geef hem een krachtklap, Mario. 1, 2, 3. Hoppa! Er bovenop. Goombella, kom maar even een kopstootje erachteraan. Oh, daar gaat hij weer. Hij gaat weer om. Oh, hey, ook de... hij leeft weer. Oké, de normale hamer. Let's go. 1, 2, 3. En pap! Oké, de toads worden... Er zijn niet zo heel veel toads aanwezig, maar de toads die er zijn, letterlijk één, die is enthousiast. Oh, pas op.
Pas op. Auw. Oké, inkt op mijn hoofd. Ja, dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. We zijn deze gekke inktvis aan het nakken. Komt ie. Ja. Ja. We hebben hem lekker gedaan. Goombellen. GG. 50 munten erbij. En 20 van die sterren. Kijk, dat gaat lekker. Maar wat belangrijker is, ik hoop dat deze inktvis ons nu gaat helpen. Blablabla. Oh, hij vliegt naar boven. Oh, er zijn gewoon platformpjes gekomen. Vind ik ook goed. Dan kan ik ook mee naar de overkant. Denk ik, ja, dan kan ik zeker mee naar de overkant. Oh, oké. Ik zie een stenen warp pipe. Waar gaan we dan? Gaan we nog verder onder de grond? Of zijn we nu? Ah, kijk, we zijn in een nieuw hoofdstuk. Zijn we nu aangekomen in Bloesemstad? Steden, staden, wouden, bloesemwouden natuurlijk, dat bedoel ik. Ja, kijk, dit ziet er wel een stukje gezelliger uit, hè. We zijn de Goombellen. Hier ergens zou een juweelster verstopt moeten zijn. Oké. Okay. Oh, wat is... Het zag er gezellig uit, maar ik weet niet of het ook echt gezellig is. Wat, is dit een draak? Is dit een mega draak die hier over ons heen vliegt? Het lijkt er wel op, ja, volgens mij wel. Holy crap. Super cool. En de draak die bewaakt het kasteel. Vet. Daar wil ik naartoe. Goombellen zegt, laten we wegwezen voordat het terugkomt. Nee. Nee. We gaan niet weg. Nee, nee, zeker niet. Deze kei doet me aan een buis denken. Ja, inderdaad. Mij ook. Maar, en wat is dit? Hij heeft een uitsparing alsof er iets in hoort. Ja, een soort van ster, denk ik. Maar maakt niet uit. Kijk, hoppakee. Wat is doel? Hey, wat is dit voor vraagtekenblok? We hebben de penning misboost. Als Mario 5 HP of minder heeft, missen aanvallen soms. Oh, kijk. Die gaan we eens even aanzetten dan. Die kan er prima bij. Handig om te hebben. Oké, hier is een buis. En hier is een blok. Oh, hier komen munten uit. Daar is een brug naar. Ik ga sowieso even kijken wat er in die buis is natuurlijk. De geheimen van het woud hier. Oh, hoe moet ik daar ooit bij komen? Dat kan helemaal niet. Zoveel geheimen nog die ik nog niet snap of nog niet kan. Hé, ik heb hier iets gevonden. Ik denk, geef even een klap tegen de bossie. Oh, wacht eens even. La 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 la. En dan gaan we hier... Ja. Dan gaan we even een brug bouwen. Oké. Okay. Dat is niet zo groot geheim. Blijkbaar moest ik dit vinden. Maar daar verderop... Dit lijkt op een revive uit Pokémon. Maar het is een sterrenstuk. Lekker. Die zijn zeer handig. Oeh, en een cadeautje hier. Kan ik... Ja, die staat hier tussen. Maar weet niet wat het is. Misschien moeten we die in een battle gebruiken. Kijk, we lopen binnen, jongen. Allemaal nieuwe dingen. Nieuwe itempies. Hey, en daar zijn we in Bloesemburg. En hier lopen allemaal lekkere koepaatjes rond. Hallo. Welkom, reiziger. Misschien vragen jullie je af waar jullie zijn. Nou, dit is Bloesemburg. Het is al lang geleden dat we hier voor het laatst bezoekers mochten verwelkomen. Want ja, sinds die draak Vermila hier begon huis te houden... Nou, laat ik het zo stellen. Dat was geen impuls voor het toerisme. Kort gezet, er kwam niemand meer. Draak Vermila, dat was vast het blokpapbeest dat we eerder zagen overvliegen, Mario. Yes, en die heet inderdaad Vermila. Maar Goombella die vraagt even naar de juweelsterren. En de Goomba die zegt... Nee, geen idee. Sorry dat ik je daar niet mee kan helpen. Je kunt het wel aan de burgemeester vragen. Hij is behoorlijk op leeftijd of zeg maar gerust stok uit. In de loop van zijn leven heeft hij allerlei kennis verzameld. Koopa's van zijn leeftijd zijn heel wijs. Als je hem zoekt kun je hem vinden in het roze huis verderop. Roze huis, wat een wansmaak, zegt Goombella. Oké, nou bedankt voor deze info. Hier kunnen we in ieder geval een bed vinden. Maar dat kost allemaal geld. Dat ga ik niet doen, hè. Ik ben op mijn money. Dit is Jan Bol. Jan Bol houdt ervan om met bloemen omringd te zijn. Nou, gefeliciteerd. Even kijken wat deze kleine toot te zeggen heeft. Die zegt, hoe gaat ie? Ik vind het leuk om op mijn nest te spelen. Vooral één game vind ik heel gaaf. Super Mario Bros. Ken je die? Ik ben onwijs fan. It's a me, Mario. Yo, wat is dit voor coole dude? Hey babe, lekker weer geneerd. Nee. Jij niet, gast, met je snor. Ik had het tegen dat leuke poppetje achter je met een knappe koppie. Blondie, wat moet je met die slowe duikelaar? Maak je niet liever pret met mij, Mr. Cool, in eigen persoon. Nou, nee, je bent helemaal niet Goombella's type. Oké, doei. Ga jij lekker je wonderlikken daar? Dus even kijken, hoor. Wat is er gaande met deze bejaarde bom? Dit is generaal de Wit. Ik ben een bombomp. Het leven heeft me al mijn hoop en mijn dromen ontnomen. Ah, dat is zielig. Ik breng mijn dagen door in zelfverkozen eenzaamheid. Oh, dat vind ik echt heel sneu. Ik vind deze bom echt heel sneu. Kijk, deze Koopa is fan van Peach. Allemaal posters en dingen. Sorry. Niet panieken. Komt goed. Er gaat niks kapot. Oké, doei. Hebben jullie contactlenzen? Geen contactlenzen, jongens. Oké, maar luister... Gaan we even deze kant op. We gaan naar de oude Koompa. Eens even een kijkje nemen. Oh, daarachter is ook nog wat. Zie je dat? Daar in die tuin. Dus even kijken of we daar dan ook kunnen komen. Maar in ieder geval, hier woont de oude... Oh, de oude burgemeester. Wat een held. Wat gebeurt er? Is er iemand?
Wie ben je? Wie? En wat wil je van me? Rustig aan. Nee, ik ben geen dief. Ik ben geen dief, meneer Koopa. Rustig. Nee, ik wil gewoon met jou praten. Hij is helemaal in paniek. We mogen zijn oude schild meenemen. Hij vraagt alleen om de foto's van hem en zijn vrouw te laten staan. Ik ben helemaal geen inbreker. We zijn op zoek naar juweelsterren, meneer. Die juweelsterren die jullie zoeken. Wat had ik daar nou over gehoord? Oh ja, dat was het. Vermilla. Vermilla heeft zo'n ding. Ze is een uit de kluiten gewassen, slecht gehumeurde draak. Hongerig ook. Jullie kennen Vermilla, toch? Van horen en zeggen kennen we er. Als je ons van Vermilla verlost, zullen we je met grote beloning overstelpen. Ik wil best wel beloning hoor. Hij denkt dat wij Marius heten. Ik heet Mario, geen Marius. Oh nee, hij blijft me Marius noemen. Als je naar Vermilla's kasteel wilt, zoek dan de geheime buis die zich ergens in Bloesemwouden bevindt. Wat ik in ieder geval weet, is dat je de zonnesteen en de maansteen nodig hebt om in die buis te komen. Deze stenen vind je in Fort Beukenstein, even voorbij het dorp. Daar moet je dus eerst heen. Dus, op naar Fort Beukenstein. Ik denk dat we ooit een kracht krijgen dat we dus een soepeler, dunner papiertje worden en hier doorheen kunnen. Maar trouwens, wat zie jij er cool uit? Dit is Coupiette. Die pet die overal, die indrukwekkende snor. Jij bent Mario. Ja, zeker. Ik heb verhalen over jou gehoord. Ga je het opnemen tegen Vermilla? Ja, dat is het plan. Oh, hallo. Gaan jullie serieus naar Vermilla's kasteel? Kan niet geloven dat jullie het aandurven om tegen die gigant op te nemen. Komt goed, joh. Komt goed. Komt goed, maat. Hier staan trouwens nog meer coole mensen. Of, nou ja, coole toadettes. Hey, wij zijn de drie reizende meiden. Het dorp staat bekend om zijn schone water. Maar Vermilla, bladibloebla. Ja, Vermilla is vervelend. Iedereen hier vindt Vermilla vervelend. Het is tijd voor ons om Vermilla een lesje te gaan leren. Maar daarvoor moeten we dus eerst naar Fort Beukenstein. Ik denk dat dat hier langs is. In het fort even verderop huizen stenen monsters. Met dit hek hopen we ze buiten de deur te houden. Maar als je toestemming van de burgemeester hebt, zal ik je erdoor laten. Maar doe wel voorzichtig. Gaat het helemaal goed komen. Oh, wacht even. Iemand wil nog wat zeggen. What up, man? What up met je pleister op je neus? Ik was in paniek, maar hoe moet ik dit nou zeggen? Ik ben Koops. Ik hoorde dat jullie op weg waren naar Vermilla's kasteel en ik wilde graag iets vragen. Vraag maar. Nee, vraag maar. Wat is er? Goombella zegt dat ik... Oké, dat was echt vaag. Wat zouden zich allemaal onder zijn schild afspelen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Wat zou Koops van ons willen? We weten wel dat zijn vader is vertrokken naar het kasteel en nooit is teruggekomen. Misschien heeft het daarmee te maken. Oeh, ik ben een level omhoog en ik heb 3 keuzes om te doen. Ik denk dat ik in eerste instantie maar voor HP ga. En die penningen klinkt ook wel verleidelijk. Maar de penningen ga ik denk ik de volgende keer doen. Er schuilt daar iets in dat bosje. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Het is een supercoole Koopa Troopa. Ik had jou al lang gezien, maat. Er zit iemand in het publiek die een steen in zijn hand heeft. Serieus? Serieus? Moeten we daar ook nog op letten? In het publiek kunnen dus ook fans zitten die me dingen willen geven. Oké. Zijn we al bijna bij het fort? Ja, kijk. We zijn er. Dit is het fort waar we moesten zijn. Fort Beukenstein. Oeh, ik zie echt allemaal gekke schedeltjes hier. Wow, oké, die dingen komen er vanaf. Oh nee, ik moet tegen ze vechten. Oké, even geen rekening mee gehouden. Ik wil even dat Goombella tips gaat geven over deze vijanden. 2 HP, 1 aanval, 2 verdediging, locatie Fort Beukenstein. Ze heette Bald Cleft. Keihard monster met een verweerde kop. Hij is vuurbestendig. Kunnen we best aanvallen met iets van een powerblok? Ja, dat snap ik, maar dat wil ik helemaal niet. Is een hamer niet gewoon genoeg? Kan ik hem niet gewoon met mijn hamer slopen? Oh, oké. Ik moet per se dit met een powerblok doen? Oké. Nou, ik heb er toevallig 1. Dus ik had hem liever niet gebruikt, want ik denk dat ze nogal zeldzaam zijn. Maar goed, dan doen we dat maar even. Dan kunnen we in ieder geval naar binnen hier in Fort Beukenstein. Althans, ik hoop maar dat die poort nu open gaat nu we deze vijanden hebben verslagen. Er gebeurt wel wat. Ja, gaat het open? Het gaat open. Kijk, Goombella is ook enthousiast. Oh, huh? Zijn we er al doorheen? Hij heeft ook een powerblok. Ah, wat een flapdrol. Oh, kijk, we zijn bij een nieuw deel van het fort aangekomen. En weer een powerblok. Oké, lekker. Voor als we weer de schedels moeten verslaan. Wat zijn dit dan weer? Oké, laten we het powerblok gebruiken. Bam! Easy. Oh, maar hoe is dit fort opgebouwd dan, joh? Ik dacht, we gingen het fort in. Maar dan gingen we weer naar een stuk gras en dan weer een stuk fort en dan weer een stuk gras. Kijk, hier ligt een sterrending. Oh, het is een bedbon. Kunnen we 1 keer gratis uitrusten in een bed. Wat is dit voor gek blokje dan? Oh, hier ligt nog wat. Schapenslaap. Daarmee kunnen we alle vijanden laten slapen. En dit? Vul ik mijn hartjes mee... Oh, ik vul mijn hartjes mee aan ten koste van 5 muntjes? Oh, ik heb 5 muntjes voor niks uitgegeven. Blijkbaar zijn we nu aan het einde van het fort. Is dit de baas? Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Dus knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende Paper Mario video. Mazzel!